Heb ik eens kijken, hè? De voor. Yo mensen, welkom bij deze nieuwe lijst weer op mijn kanaal. Vandaag gaan we FIFA 22 spelen. Franken. Twee elf twintig. Belg. Negentien zevennegentig. Even kijken, hè. 1979. Min 19. Ik zal zien. Kijk, ja. Speel ze. Welk jaar is die eigenlijk nou pinball of dat?
Ik wil eigenlijk weten. Kijk, die is. Tweede vier. Ja, 3 februari. Niet terug. Fuck. Wij zijn dagen terug. Doesn't seem to. Position. Well, it depends on the middle of how I look. Verdedige middenvelder. Zijn favoriet been, oei. Dat is rechts. Ja. Hoofd. Kort. Hier kijken. Het niet vindt. Okay.
Dit is mijn eerste trade begonnen. Wacht hè. Ik heb iets anders pakken. Weer. Ik wil ook even een trade al spelen. Hè? Ja. 1998. Ja, wat. 2004. 7, serieus. Wacht. Zeven jaar ben je ziek. Nee, dat kan niet. Zes jaar. Tjus. Say, welcome to the new faces joining us. Today marks the first step in their journey to becoming a regular on this squad. Welcome. All right, enough of that. I'm with you. All right, mate. The rest is up to you. Wouter Franken. Nummer 20. Van Steen naar Genk, van Gent naar Genk. Ja, en dat ging naar Mechelen, van Mechelen naar Korting. Naar Korting is gedaan. Oké. Okay. Hij komt hier van Dinges. Weet je ploeg? Op. Loker, uit Tonger bedoel ik. Pardon. Nee, niet die.
Dat is een goede bol. Geen trappen. What is dial? Ik denk penalty zijn, kijk beter. Oh, kut. Wat is dit, Tom? Kutkeeper. Kut, hoor. Shit! Okay. What the fuck, keeper? Nah. Ja, dat was goed.
power. Want zijn de keeper in het veld. Even serieus. We gaan kijken op de stream. Ik sta nog altijd op de fucking bank of wat. Deze wedstrijd. Ik heb hem in de boel. Shinji Okazaki. Hij raakt hem kwijt. Goeie passing daar rond de 16 van Sint-Truiden. Hij kan er nog wel bij. Hallo. We gaan hier een wissel zien. Wat hebben ze toch een moeite om kansen te creëren. Want de afronding is totaal ondermaats. En dat zie je terug in deze statistieken. Het begint er somber uit te zien. En dan nu wel het balbezit. Even kijken of dat iets oplevert. Hij blokkeert het schot. Corner. Het publiek gaat achter de ploeg staan. Want ze voelen dat dit de kans is om te gelijk maken. Hoi, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Arsenal zal volgens allerlei geruchten bezig zijn een nieuwe aanwinst binnen te halen. En kennelijk is dat gelukt. Nou, ik verwacht dat ze een goede koop aan hem hebben, hoor. Volgens mij past deze perfect bij deze club. Rota. Het is absoluut een sliding waar je geel voor zou kunnen geven. Hij heeft hem al eerder gewaarschuwd voor een overtreding. Maar dat doet hij niet meer. Nee, voor deze actie geeft hij een gele kaart. Church. Nee, hij raakte mij al verkeerd. Wat is dat nog toe, joh? Van die afstand is het natuurlijk ook heel moeilijk, hè, om tussen de palen te krijgen.
paas gaat naar de andere kant. En weer een aanval van Sint-Truiden. Nee hoor, toch niet. Ze zijn de bal kwijtgeraakt. We hebben nog 20 minuten te gaan. En hij komt eruit met de bal. Hard geschoten, maar net niet in het hart geraakt. Want de bal gaat net naar zijn doel. Ja, het scheelde heel weinig. Wel een goede poging. Wat doet hij? En die bal belandt bij de keeper. Het gebrul van de supporters zwelt nog eens aan. Ze gaan als één man achter het team staan. Oh, wel. Voor die gelijkmaker. Het is nog altijd mogelijk. Komt op schot, zou Hugo zeggen. Makkie voor die doelman. Hij kan gewoon blijven staan. Shinji Okazaki. Ze staan nog steeds achter. Maar laten de bal rustig rondgaan. Oh, heel. Corner voor het doel gebracht. Ja, nee! Het doel te verdwijnen. Maar die keeper strekt zich, hij rekt zich uit, hij lijkt wel 3 meter en hij redt. Nou, wat een verbijsterende reflex. Die bal? Ha! Shinji Okazaki. En een vrije trap. Geen trap, kom op. Heel interessant worden. Kan van de boer. Kans om gelijk te maken. Nee, wat doet hij? Deze doelman is ook die van gisteren. Nou ja, hij was gisteren ook al doelman. Maar vooral nu dus. Geweldige redding. Er is een teamgenoot in de buurt. Iedereen naar voren. Iedereen. Dit kan een counter worden. Met visie. Kom op. Die steekbal is gevaarlijk. Ja! Hij weet toch nog te scoren. En daarmee redt hij zijn team van de ondergang. Wat is dit? dit zijn ontsnappingsartiesten. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. En in die laatste minuten wordt er nog een aanval opgezet om de wedstrijd te winnen. Inzet, geblokkeerd. Kom op. Kom op. Nog steeds op weg naar het doel. Hij moet hem maken. Nee! Dit soort ballen mist. Nou Jeroen, dan verdien je de winst ook niet. Wat een enorme kans. Van zo dichtbij. Zie het? Dit is niet te geloven. Dit heb ik eigenlijk nog maar zelden gezien. De supporters wachten op de uitgang. Ja! Bam! Ja! Is dat toppunt waarmee ze aan de leiding gaan? Wat een dramatische ontwikkeling hier in de slotfase. Ja, de wedstrijd is bijna afgelopen. Ze moeten nog even volhouden. Nog eventjes. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. Ze zitten aan het einde nog alle zeilen bij om er iets van te maken. Daar onderschept hij de pas. Ja. Blessuretijd, 2 minuten. Dit moet een... Ja! Ja! Zo veranderen ze in no time een gelijke stand. In een riante voorsprong. Kamerol. Die speler die heeft waarschijnlijk boven. Hoort de Franken. Zo, kijk eens hoe hard hij de bal is. Lekker hoor, als je zo kunt scoren. En we hebben twee kijkers voor dit team. Die is gewoon team, joh. Ze winnen het thuisduel. Hij is een fijne verrassing voor de supporters. Die andere en een foto Franken. Ze winnen deze openingswedstrijd.
En dat zal ongetwijfeld naar meer smaken. In dit is gespeeld 1 minuut, 1 doelpunt, 1 assist. Kijk, ja, voor het schenken. Kijk, dat is die assist. Die steekbal is gevaarlijk. Dat is die doelpunt. Kijk, ik hoor je pas met die bezig, laat maar. Dat is mijn doel. Kijk, ik kom gewoon naar binnen. Huh? Dit moet hem worden. Doep. Zelfde in de basis. Ook 71 al. Boom. Fuck. Eens kijken. FIFA is 23 plus 13. Dus is 35. Zot. Dan zoek ik ook in. Jongens, Franke, volg u. Ja. Ik heb het. Kun je nou FIFA live, jong? Voor je sporten. Die guy. Ik heb geen zin in. Sorry, mensen.